staan hier bij de Double Twin Shift van de firma S-Huis uit Duffelen. Deze 16 kubus Double Twin Shift tank is uitgerust met neersensor en hydraulische pompaandrijving. Door middel van de neersensor kan er uitgereden worden op basis van de hoeveelheid stikstof, fosfaat of wat je maar wilt. De neersensor is gekoppeld door middel van een geoswitch aan taakkaarten.nl. Zo is de data gelijk online te zien en kan men ook uitrijden op basis van taakkaarten gemaakt in dit programma. De tank is uitgerust met PTG bandendrukregelsysteem met een nieuwe compressor. Verder is de tank uitgerust met een zwenkarm met turbovullen om snel te kunnen vullen. De tank is daarnaast dus uitgebreid met GPS. Zo kan er gewerkt worden met sectieafsluiting en uitgebracht worden door middel van taakkaarten. Nou, welke data je allemaal kunt zien op het ISO-scherm wordt zo dadelijk uitgelegd door Thomas Roering van Ventus Argometrius. We zitten hier in een Case voorbereide trekker met een Kaweco Double Twin Shift tank. Deze trekker hebben we uitgevoerd met een Trimble GFX 750 RTK GPS systeem. En deze is ook in combinatie met de hele Kaweco tankaansturing zoals we deze hier zien op het ISOBUS terminal van de Trimble GFX 750. En deze is ook uitgerust met een MUT niddensensor. Hier wil ik even kort wat over uitleggen. De aansturing van de MUT niddensensor vindt plaats door middel van de GeoSwitch ISO. Dat is een nieuwe ISOBUS techniek. Wat we hier zien is de NIR-pagina. We zien hier alle informatie van de NIR-sensor, volume en totaal, NR4, P205, kali en droge stof. Op het moment dat ik zo meteen ga vullen, komt hier alle NIR-informatie tijdens het vullen komt hier binnen. Tijdens het vullen kan ik gaan sturen op de NIR-informatie. Dat kan ik doen door middel van deze bovenste knop. Dit is mijn stuurwaarde. Op dit moment kies ik om te gaan sturen op N totaal. Ik kan hier ook een andere stuurwaarde voor kiezen, zoals je hier ziet. Hierachter kan de chauffeur de desgewenste stuurwaarde kan die hier invullen. Daarnaast kunnen we een grenswaarde kiezen. Nou, die staat hier nu ook op N totaal, maar ik kan ook kiezen van hey, ik wil een grenswaarde van volume of ik wil een grenswaarde van kali. Die kun je ook hier kiezen. Op het moment dat de tank gevuld is, komt de tank door middel van de hierboven ingestelde waardes met een advies. Dit advies komt hier te staan, in dit geval 51,7. En door middel van deze knop kan de chauffeur het advies overnemen en gaat automatisch de tank, zoals je hier kunt zien, op 51,7 kub doseren. Ik ga nu de tank vullen. Ik schakel de afterkas in en ik start het pompen. Zoals je nu kunt zien, verschijnen hier de verschillende waardes van de NIR. Die komen hier voorbij. Ik zie je volume, ik zie je fosfaat. En dit doet hij gedurende het hele vulproces. En op basis van een totaal gemiddelde komt hij dus uit met een advies. Op dit moment geeft hij een advies van 49,9. En de vorige vracht hebben we 51,7 kub gemoeten. Dus dat betekent dat deze vracht wat je nu binnenhaalt, dat daar een lagere waarde van N totaal in zit. Maar op basis van deze ingestelde informatie zoals die hierboven staat, dus hè, hier zien we 190 kub, 190 en totaal, zal hij dus 51,7 heeft hij de vorige keer gedaan. Nou, nu zit hij op 50. Tank is gevuld, dus je kunt ook zien 16 kub, hij is automatisch afgeslagen. Door de hierboven ingestelde waardes geeft hij ons aan nu 51,9 kub te moeten gaan rijden. Drukken wij hier nu op overnemen, dan nemen we dus hier nemen we het dus hierin over. Dus nu neemt hij hier 51,9. Dat zien we nu ook hier. Dus nu gaan we 51,9 kub uitrijden bij de volgende vracht. Hier zie je de portal taakkaart.nl. Dit is een online portal beschikbaar in Nederland, België en Duitsland op dit moment. Via deze portal kun jij dus online heel gemakkelijk alle NIR-data van onder andere deze combinatie inladen. Deze portal heeft Ventus Argometrius ontwikkeld om data en datamanagement zo simpel en eenvoudig mogelijk te maken en ook te houden. Klikken wij, hier zien we een aantal apps. Onder andere wellicht bij velen bekend de app Satellietbeelden. Door middel van deze
gratis app kun jij online heel eenvoudig dus je satellietbeeld maken. Hier zal ik nu niet verder op ingaan. En onder de app perceelsbeheer kun je dus ook online alle NIR-data naar voren halen, door middel ook van deze combinatie. Klik ik op dit moment deze app aan, kom ik hier terecht. Nou, en hier zie ik een voorbeeld van een perceel waar door middel van de NIR-sensor de data is uitgebracht. De combinatie staat continu draadloos in verbinding met de cloud. Dus op het moment dat de familie Eshuis een perceel klaar heeft en een stuk bemest heeft, komt automatisch alle data online in de cloud terecht en kunnen ze direct real-time de data van de NIR-sensor bekijken. En dus ook kunnen ze zien exact welke NIR-waardes ze hebben uitgereden op een perceel. Zoals je dat ook hier kunt zien. Door middel van deze buttons kun je dus ook kiezen van wat je wil zien. Hier pakken we een andere kaart en zien we daar de andere waardes van die de NIR-sensor aangeeft. Daarnaast zie je ook alle informatie, tijd, plaats. Zo gek je het maar kunt verzinnen, alles kun je hier terugvinden. En dit alles op de portal taka.nl. Voor verdere informatie over de NIR-sensor in combinatie met een Kaweco-tank kunt u natuurlijk altijd terecht bij Kaweco of bij uw lokale dealer.